Jeetje, wat een ding, joh. Sst, dan niks zeggen. Wat dan? Ja, we gaan een geintje uithalen. Kijk, ik ga ook een heel kleintje bakken. Ja? Ja. Dus we beginnen straks zo van, nou, dit is het. De rest is mislukt. Dus okay. Dan even kijken wel wie er als eerste in duikt. Nou, doe maar Rurik. Ja, is goed, is goed. En daarna leggen we deze op. Rob's grote tuinverbouwing wordt mede mogelijk gemaakt door Electrostyling. Het is echt een van de mooiste tv's die er nu zijn. Zo dun ook. En beeldkwaliteit is goed. En ze hebben allemaal slimme apparaten hier. Ik bedoel, ze hebben slim speakers. Alles is hier helemaal goed. Geluidskwaliteitje. Ja, maar alleen één ding. Hè. Toen ik hier aankwam, ben ik wat metingen gaan doen. En ik zag dat het wifi... Pietje, wifi, is die ook weer niet goed? Nee, maar het is wel de basis van alles. Hè. En als het wifi niet goed is, ja, dan moet je eigenlijk niet beginnen aan deze slimme apparaten. En volgens mij hebben ze heel wat problemen mee met verbindingen en zo. Dus het kan beter? Het kan zeker beter. Maar daar ga ik voor zorgen. Ik ga ook nog wat extra slimme dingen doen in het huis. Maar ik ga eerst beginnen met wifi. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all... Nou, hetzelfde probleem had ik vanochtend ook. Ik kom hier aan, ik druk op de bel en niemand doet de deur open. Niet omdat ze mij niet mogen, maar is omdat iedereen in de tuin bezig is en niemand de bel hoort, want een bel hangt hier in de gang namelijk. Nou, dat is eigenlijk het probleem waar we vaker mee te maken hebben. Dus nu ben ik het, maar voor hetzelfde geld kan het postbode zijn met een belangrijk pakketje. Belt hij aan, niemand doet open. Wat moet hij dan met de post doen? Neemt hij het weer mee. Nou, wat ik hier ga doen... Ik heb hier een Ring Video deurbel. Het is eigenlijk als het ware een slimme deurbel. Die ga ik zo meteen vervangen voor de bestaande deurbel. Dat betekent dat als iemand hierop drukt, dat je niet alleen maar de gong in de gang hoort, maar op alle telefoons een melding krijgt dat er iemand voor de deur staat. En het leuke is, als je het appje opent, kan je ook zien wie er voor de deur staat. En in het geval van postbode kan je hem zelfs mee praten. Dus dit is de laatste keer dat ik hier bel. Dit keer ga ik even omlopen. Nou, voordat ik kan beginnen om alle slimme apparaten hier aan te sluiten, moet natuurlijk de basis wel op orde zijn. En de basis is een goede router. Een router zorgt ervoor dat alle apparaten veilig zijn aangesloten. Ik maak hier een nieuw wifi-netwerk aan, dat goed beveiligd is. En ik maak een gastennetwerk aan, zodat als gasten komen, ze wel op het internet kunnen, maar niet bij alle slimme apparaten. Nou bouw ik hier de wifi op voor dit gedeelte van het huis. Maar om achterin wifi te krijgen, gebruik ik dit. En dit zijn powerline adapters. Wat betekent dat? Het internet gaat naar een stroompunt, gaat volgens naar een nieuw stroompunt achterin. Doe ik het kastje erin en heb ik wifi door het hele huis. De slimme deurbel hangt inmiddels. Het mooie hiervan is dat hij heel klein is, dat hij ook mooi op het deurbeslag past. Nou, deze kan je meerdere kleuren doen. Er zit standaard een wit kapje bij, een bruin kapje en een zilver kapje. Maar hier past zwart het allermooiste. Nou, wat maakt hem dan zo slim? Kijk, als iemand op de bel drukt, dan gaat de bel hier. Gaat de bel ook in de woonkamer en ik zie hem ook op mijn telefoon. En dan kan je dus zien wie er voor de deur staat. Dus als je niet thuis bent, kan je gewoon met diegene praten. Zo kan je van afstand zien wie er voor de deur staat. Ik heb in de tuin ook zo'n soort camera opgehangen. Maar daar zit dan geen bel in, maar zit een bewegingsmelder. Dat betekent dat als iemand de tuin inkomt, automatisch alle beelden worden opgeslagen. Nou, Ivo wilde een beveiliging voor de schuur waar de motor in komt staan. Nou, dat kan dat dus. De camera achter en die voor werken met elkaar. Dus je huis is van voor en achter perfect beveiligd. En ook als je niet thuis bent. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Ik noem het de Suzy XXXLLLLLLLLL Burger. Oh nee, wat een ding. Jij hebt het wel gesmaakt, is de eerste. Gaaf hè, makkelijk. Als iemand op bel drukt, kan je gewoon overal op de wereld zien wie er voor de deur staat. Mooi hè? Dan ben je als het ware altijd thuis, al ben je niet thuis. Snap je? Maar ik zag nog iets dat Ivo buiten een heel mooi schuur aan het maken is voor een motor. Ja, dat is de motor van René. Die komt erin te staan. En nou kan je de voorkant beveiligen, maar dan moet je de achterkant ook beveiligen. En daar heb ik iets moois. Dit is namelijk een hele slimme beveiligingscamera voor de achterkant. Werkt samen met de bel voor. Want ik zie hier nog iets. Ze hebben een televisie hier. En ja, ik vind het eigenlijk mooi als we tv kunnen ophangen aan de muur. Zodat als ze niet alleen maar als ze film aan het kijken zijn, maar ook als ze aan het eten zijn, tv kunnen draaien. Dat ze ook vanaf de eettafel kunnen kijken. Oh,
Ja, we letten vandaag een beetje op de calorietjes. Dit is mijn burger. Maar ik heb er wel een mooi glas bier bij. Dit is niet je burger, dit is gewoon omdat het mislukt is. Is hij mislukt? Kom op, wees eerlijk dan. Dan moet je ook eerlijk wezen. Oké, okay, sorry. Ja, er ging iets mis. Hij hing een beetje aan mijn barbecue, is hij vast blijven plakken. Dus... Maar aan de andere kant, wie het kleine niet... Wie het kleine niet eet, wie het grote niet weet. Ja? Ja, ik vind hem goed. Okay. Ik blijf plakken, zeg je. Nee, die andere is blijven plakken. Ja. Denk je dat je nog meer op kan? Zou je me helemaal op kunnen, een hamburger? Een hele hamburger. Zou jij een hamburger van mij helemaal op kunnen? Een hamburger van jou? Ja. Nou, als we voor avond eten wel, ja. Nu niet. Nu heb je net gelunch, maar nou, anders zou ik het ook. Ja? Ja. Okay. Ja, maar... Nou, leg deze maar terug dan. Dan heb ik een verrassing voor je. Halleluja. Wat zie je dan? Daar moet een burger in, daar moet een burger in, daar moet een burger in, daar moet een burger in. Allebei, hè? Dit is de grootste die ik ooit heb gezien. Ja, dat hoor ik wel vaker. Ja, dat hoor ik wel. Kom op, we gaan hem snijden. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, dan gaan we gewoon eten. Kom op. En voor de mensen thuis, kan je hem thuis maken of is het niet te doen? Nou ja, als je het programma hebt gekeken, helemaal van begin tot aan het eind, dan weet je precies hoe je moet maken. En dan zet ik er nog een balkje onder voor de receptuur. Zo. Facebook, Instagram, het staat overal. Maar ben jij eigenlijk een barbecuebaas, hè? Ja, hij baas barbecue. Oh. We weten alles inmiddels smart is en de wifi door het hele huis perfect is, dat betekent dat we ook op andere kamers slimme dingen kunnen gaan doen. Nou, we hebben hier de oude televisie van beneden, hebben ze naar boven gebracht. Nou, deze is niet smart. Dat betekent dat ze vanuit bed geen Netflix kunnen kijken op de televisie. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb hier een slim kastje. De kastje sluit ik gewoon op de televisie aan, verbind ik met wifi. En dan kunnen ze dus hierboven ook Netflix kijken of zelfs uitzending gemist. Dus als ze Rob Stijfbouwing gemist hebben, kunnen ze vanuit bed alles terug bekijken. Oh, Rudrik, je bent de laatste tijd wel aan het uitpakken. Ja, hè? Zo. Nou, hier hadden ze al eigenlijk uitgepakt, want ze hadden al heel veel smartapparaten. Maar alles wat ze hier hadden, het wifi was niet goed. Waardoor dingen niet goed aangesloten was. Dus daar ben ik mee begonnen. We hebben een camera voor de deur, dus als iemand aankomt, zie je wie er komt. Ja, en achter, hè? Want dat is natuurlijk wel belangrijk voor de motor, hè? Ja, precies. Dus als iemand de tuin in wil komen voor de motor, hebben ze het op beeld en kunnen ze geen pakken. Kijk, dat is mooi. Maar ik heb nog iets, want we zitten hier op de bank en ze wouden de televisie opgehangen hebben. Nou, daar hang ik de televisie aan de muur, dat is één. Maar, let eens op, één, twee. Ik kan hem buiten, ik kan hem draaien, zodat ze niet alleen vanaf de bank, maar ook vanaf de eettafel en de keuken kunnen kijken. Nou, één ding, Rudrik, je hebt ze verwend.